De realiteit is dat er een meerderheid is in een parlement. Het is net gelijk bij ons. Er is een meerderheid voor een regering. En dat is ook het geval voor de huidige regering in Oekraïne en in Kiev. En zullen... We zagen u daar met de VVD'er van Balen. Dus dat is vanaf daar alleen maar slechter gegaan. Waarom zegt u dat het slechter is gegaan? Er zijn nu verkiezingen op 25 mei. Meneer Verhofstadt, nu dus, ga ik u serieus onderbreken. Het land ligt in duigen. De Krim is weg. De Oost-Oekraïne, daar worden mensen doodgeschoten. Maar ik... En Rusland heeft een grote inmenging nu in door, het conflict. Door, vindt u door dat Rusland, het beter gaat in inderdaad, Oekraïne? Door vindt Rusland. U dat het beter gaat? Wel, in elk geval... gaan de mensen nu de keuze hebben op 25 mei. Ik heb in de ogen gekeken... Het is niet eens zeker of die verkiezingen doorgaan op 25 stonden. Mei. En ik heb... Ja, we zullen doorgaan. Ik heb in de ogen gekeken van de mensen op Maidan. Wel, dat is een demo- ik kan nog wat meer zeggen. Ja, op 25 mei daar dan zijn de prijs daar verkiezingen. Voor. Wat je moet meneer hopen... Wie is daar nu aan de macht? Is daar een democratie als aan de je macht? Moet hopen, of is dat zoals in een tijd van meneer Verhofstadt? Wat we moeten een hopen, prille democratie waar je mitraillet aan leverde als eerste minister. Als we een moeten prille hopen, democratie. Is dat op 25 mei daar de mensen voor nieuwe mensen stemmen. Jonge mensen stemmen. Ruslana, met wie je op het podium stond. De realiteit is dat er een meerderheid is in een parlement. Het is net gelijk bij ons. Er is een meerderheid voor een regering. En dat is ook het geval voor de huidige regering in Oekraïne en in Kiev. En er zullen verkiezingen zijn. Ik pleit voor persoonlijke sancties tegen de mensen in de omgeving van Poetin. En daarnaast moeten we zo snel mogelijk iets doen. In Oekraïne tekenen grote oliemaatschappijen zoals Shell en BP... dure contracten met president Poetin. Waarom wendt u niet de Europese invloed aan op twee oliemaatschappijen, Shell en BP, die nu contracten sluiten met iemand die veroordeeld wordt door de Europese Unie en door Washington? Dat trachten we ook te doen. In de resoluties van het Europees Parlement staat dat... Ja, maar wij proberen... De sancties bijvoorbeeld, die nu zijn naar buiten gekomen en die de omgeving van Poetin betrachten, hebben ook namelijk betrekking op oligarchen. Waarom zegt u dat het slechter is gegaan? Maar waarom zegt u dat het slechter is gegaan?